Vandaag eten we gehaktbrood. Twee uitjes lekker snipperen. Drie dings knoflook even hakken. Vuurtje aan, pannetje op. Twee eetlepels olie in de pan. Gooi je ui in de pan. Flik je knoflook erbij. En laat op laag vuur 8 minuutjes bakken. Uitjes klaar, laat afkoelen. 1 kilo gehakt in een bakkie. 180 ml ketchup. 3 eitjes. 100 gram paneermeel, 1 eetlepel worcestersaus, klein handje gehakte peterselie, 2 theelepels zout, 1 eetlepel gerookte paprikapoeder, 1 eetlepel vers gemalen peper, 150 gram geraspte mozzarella, knoflook en uien bij je gehaktmengsel. Heel je mengsel lekker mengen. 1 broodblik helemaal insmeren met een stukje boter. Gehaktmengsel in je broodblik. Gewoon een klein beetje je gehakt visten. Zorg ervoor dat je gehakt heel strak in je bak zit. 60 ml ketchup, 3 eetlepels suiker. 1, 2, 3. 1 eetlepel azijn erbij en roeren maar. Gooi je ketchup, suiker, azijnmengsel over je gehaktbrood heen. Beetje verdelen. Crematieboxie voorverwarm op 190 graden. Doe je gehaktbrood in de oven. Uurtje laten staan. Heet. Oh. 1 boterham, stukje meatloaf, nog een boterham. Meatloaf sandwich. Oh, heet. Fantastisch.